Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Voor het hele land geldt op dit moment code geel vanwege gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Maar op de meeste plaatsen is natuurlijk wel gestrooid, dus de waarschuwing is vooral voor de woonwijken en andere plaatsen waar niet gestrooid is. En bovendien, het is nu ongeveer 8 uur, over ongeveer 1,5 uur, dan zal de gladheid overal wel verdwenen zijn, want de zon die gaat vandaag behoorlijk schijnen. Totaal ander weer dan gisteren. Dat zien we ook op de satellietfoto. Het regen- en sneeuwgebied ligt al boven het oosten van Duitsland en de Alpen. Daar forse sneeuwval, maar bij ons brede opklaringen. En vanaf de Noordzee nog wel enkele buitjes die onze kant op komen. Op de modelvelden zien we dat ook. Brede opklaringen en vanaf de Noordzee komt er af en toe wat neerslag aan. En morgen dan komt er weer dikke bewolking en krijgen we met meer regen en misschien ook sneeuw te maken. Daarna lijkt het winterweer zo'n beetje voorbij. En dan zien we dit soort taferelen niet meer. Dit is een foto van gisteren. De treinlijn naar Winterswijk, daar sneeuwde het nog af en toe behoorlijk langs die oostgrens. In de rest van het land hadden we alleen maar regen. Maar de komende dagen weinig sneeuw dus, alleen morgen misschien nog. Vandaag, geregeld zon, ik zei het al. Vanochtend zelfs op sommige plaatsen zelfs ronduit zonnig. En vanaf de Noordzee trekken een paar winterse buitjes het land op. Nou, die kun je ook op de radarbeelden live volgen. Het zijn echt kleine buitjes die maar kort duren. Dus 5 minuutjes even schuilen en dan kun je gewoon weer verder. Weinig aan de hand. Temperaturen lopen langzaam op en vanmiddag wordt het dan zo'n 4 tot 6 graden. En ook dan nog steeds zonnige periode, wat meer stapelwolken en nog steeds in de kustregio's een enkel buitje. De wind neemt wel wat in kracht toe, dus vooral in de kustregio kan het af en toe stevig waaien bij een bui. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat het dan licht vriezen, kan het opnieuw glad worden. En dan komen we bij morgen, de eerste werkdag weer. Vanuit het westen gaat het al regenen en mogelijk valt er ook sneeuw of natte sneeuw. Hoeveel er gaat vallen en of het echt wit gaat worden is nog wat onzeker. Dat hangt een beetje van de intensiteit en de temperatuur op dat moment af. Maar er zijn modellen die toch hier en daar weer 1 à 2 centimeter laten vallen. De sneeuwzone bereikt het oosten van het land pas in de namiddag. En daar is de kans op sneeuw kleiner dan in het noorden en westen van het land. En als we die regen en sneeuw dan eenmaal gehad hebben, dan is het dinsdag weer een vergelijkbare dag met vandaag. Dus geregeld zon, zo goed als droog en temperaturen zelfs nog ietsje hoger, 5 tot 7 graden. En woensdag en donderdag blijft de temperatuur stijgen, dan komt lokaal zelfs de 10 graden binnen bereik. Het wordt wel weer wisselvalliger. En zien we de winter dan nog terugkomen op de lange termijn? Nou, ik gaf gisteren al aan dat die kansen zeer klein zijn. Als ik de 0 graden lijn er even inteken, dan zien we dat ook de pluimverwachting er amper onderuit komt. En de rode lijn, het gemiddelde van alle weermodellen, die zit 's nachts rond 5 graden en 's middags rond 10 graden. Dus de winter lijkt voorlopig weg. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.